De grote vraag is of al het gedoe bij de KNVB effect zal hebben op deze mannen, de spelers van Oranje. Juist nu zijn ze in Noordwijk bezig met de voorbereidingen van cruciale WK-kwalificatiewedstrijden. De Oranje-fans langs de kant zien het allemaal met ledenogen aan. Dit doet me heel erg pijn, ja. Waarom? We hebben prachtige mooie voetballers lopen. Het moet allemaal nog naar elkaar toe groeien. Maar als er van bovenaf al storingen komen, dat Blind nu alleen staat voor die hele handel. Als Van Basten straks weg is, het is doodzonde, toch? Van Basten stond vandaag nog op het veld, maar vertrekt uiterlijk half november naar de FIFA, waar hij een hoge functie krijgt. Bondscoach Blind kan het begrijpen, maar blij is hij niet. Natuurlijk valt dat tegen. Ik bedoel, je benadert ze en uiteindelijk ga je samen een overeenkomst aan. En dan ga je vanuit dat je dat ook samen afmaakt. Oranje speelt donderdag een oefenwedstrijd tegen Griekenland. Volgende week is de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK in en tegen Zweden.